Lekker Bezig is een platform waarop je het sportaanbod van Schiedam kunt zien. En er komt een toevoeging aan dat sportaanbod, want hier in het Beatrixpark zijn Lekker Bezig hardlooproutes. En die hardlooproutes worden vandaag officieel geopend. Bij me staat beweegcoach Hilde Papen. Hilde, we hebben elkaar een paar maanden geleden gesproken op het begin van het platform Lekker Bezig. Hoe loopt het nu? Ja, het loopt goed. Het is heel bekend al in de stad. Het is onder de mensen heel bekend, Lekker Bezig. Iedereen kent de campagnes. We hebben aanmeldingen van sportverenigingen voor pakketten. Dus het loopt heel goed, ja, zeker. We zijn hier vandaag in het Beatrixpark omdat er iets bij komt, hè, in het aanbod. Klopt. Inmiddels is het er al, maar we willen het nog even feestelijk openen. We hebben twee hardlooproutes hier aangelegd van 2 en van 3 kilometer. En die gaan we vandaag feestelijk openen met hopelijk heel veel hardlopers. Voor wie zijn die hardlooproutes bedoeld of kan iedereen eraan deelnemen? Iedereen kan eraan deelnemen, maar we hopen vooral ook beginnende hardlopers of mensen die denken ik wil een keer gaan hardlopen. Vooral te trekken van ja, ga je hardlopen, want elke 250 meter staat aangegeven. Dus het is heel overzichtelijk om stukjes te hardlopen, stukjes te wandelen, stukjes te hardlopen. Ik denk dat het Beatrixpark daar dan ook een mooie locatie voor is hè, om zo'n route aan te leggen. Ja, het is een heel geschikte locatie. Het waait nu ook behoorlijk, maar je ziet dat het heel beschut is. Dus de warmte is hier in de zomers is het hier minder warm. En 's winters is het hier wat ja, warmer, doordat het weer de kou weer weghoudt. Het is een ideale locatie, ja. Hebben jullie nu ook bewust gekozen om nu in september dit bij de mensen bekend te maken? Omdat mensen dan toch een beetje onder andere de vakantiekilo's kwijt willen? Precies, de vakantie is weer voorbij en iedereen gaat weer aan de slag met bewegen en sporten. Dus een ideaal moment om zoiets te openen, ja. Er zijn twee routes, heb ik begrepen. Hoe lang zijn die routes? Eentje is 2 kilometer en eentje is 3 kilometer. En ze beginnen gezamenlijk en dan is op een gegeven moment een kruising dat splits. Dan gaat de 3 kilometer gaan nog een stukje langer en de 2 gaat een iets korter rondje. En voor mensen die nog echt ook een beetje willen kijken hoe ze kunnen sprinten hier verderop, bij PPSC is er ook nog een 200 meter baan. Klopt, er is een 200 meter sprintbaan aangelegd, waarbij Daphne Schippers er ook aan staat te geven en haar tijden per 100 meter staat aangegeven. Dus dat is leuk om te checken of je daar in de buurt komt. Waarschijnlijk niet, maar het is een leuke bekomstigheid. 2 banen zijn aangegeven, dus kun je met een maatje tegen elkaar gaan sprinten. Nou, nog even de laatste vraag. Dat gaat over het platform Lekker Bezig. Hoe kunnen mensen nou kijken wat daar allemaal op staat? Nou, we hebben verschillende social media momenten of acties. We hebben een site, lekkerbezigschiedam.nl. We zitten op Instagram en op Facebook. Dus ja, daar kun je alles zien. Er staat een agenda op. Alle evenementen die de komende tijd in Schiedam plaatsvinden, staan daarop. En nog even de andere kant voor bijvoorbeeld verenigingen die zich nog niet hebben aangemeld bij het platform. Kan dat nog? Dat kan zeker. En je kan nu ook nog een verenigingspakket aanvragen met allerlei leuke goodies van Lekker Bezig.